Hoi, ik ben Jorn en ik ga vandaag bruschetta maken. En bruschetta is het voorgerecht voor elk Italiaans diner, maar ook heel geschikt als bijvoorbeeld borrelhapje. Het is simpel, snel en vreselijk lekker. Ik ga 4 verschillende bruschetta recepten van alle handen klaarmaken en ik begin daarbij bij de basis en daarna ga ik lekker variëren met allerlei smaken. Al deze recepten zijn op basis van 1 brood en geschikt voor 10 tot ongeveer 14 porties. En dan de bereidingstijd. Dit zijn echt snelle recepten, want ze zijn allemaal binnen een kwartiertje klaar. Daarom maak ik vandaag maar liefst 4 verschillende variaties, maar ik maak gebruik van 1 brood. Dus in dit geval gebruik ik een ciabatta. Nou, die heb ik hier achter me liggen en die ga ik in 10 stukken snijden. En ik snij allereerst eventjes de zijkantjes weg. Die ga ik niet gebruiken, maar ik gooi ze niet weg. Ik kan het ook nog gebruiken om croutons van te maken, even roosteren en heerlijk door een salade. Zonde om weg te gooien. En deze gaan zo dadelijk eventjes roosteren in de oven in. Dus daarvoor heb ik hier een bakplaat met wat bakpapier. Daar leg ik de broodjes op en dan gaan ze 8 minuutjes even lekker knapperig worden in de oven. Ik rooster de broodjes nu in de oven, maar je kunt ook gewoon een broodrooster of een grillpan gebruiken. Gewoon wat jij om handen hebt. Terwijl het brood aan het rooster is, ga ik alvast beginnen met de toppings. En ik ga beginnen met de eerste variatie. En dat is een klassieker die je vast wel kent. Tomaat met basilicum. Daarvoor heb ik deze trostomaten. En ik zorg ervoor dat ik kokend heet water op heb staan. Maar ook deze ijsbak. Nou, waarom? Ik wil deze tomaten gaan pellen. Dus ik ga ze kruisen en dompel ze daarna 20 seconden in kokend water en daarna direct in het ijswater. En dan kan ik heel eenvoudig die velletjes ervan afhalen. Dus dat ga ik doen met alle tomaten. Want die ga ik namelijk nu snijden en verwijder ik hier de pitjes tot ik alleen het vruchtvlees overhoud. En dat doe ik met alle tomaten. Ja, die zien er mooi knapperig uit. Zo, en daar heb ik hier een mooie plank voor. Hier straks mooi kan gaan opmaken. Misschien ken je het gezegde, je moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Dus voor de optimale smaak ga ik gelijk de broodjes insmeren met knoflook en wat olijfolie. En dat doe ik gewoon aan de bovenkant. Dat is dat. En dan kan ik verder met het maken van mijn toppings. En ik was hier bezig met de tomaat-basilicum topping. Daarvoor ga ik eerst eventjes de tomaten in blokjes snijden. En dan pluk ik de blaadjes van de steeltjes. Dat geeft altijd echt zo'n heerlijke geur. En dat ga ik ook fijn snijden. Nou, een handige techniek om dat te doen is, zoals je ziet, door eventjes je vingers bovenop het blad van het mes te leggen. En dat gaat er ook bij. Dat meng ik door elkaar. En breng het eventjes op smaak met wat vers gemalen peper en een beetje zout. En dan ga ik door met de volgende toppings, want deze jongens liggen op mij te wachten. En het volgende allerhande bruschetta recept is tonijn met cannellini bonen. Nou, dit is ook weer heel simpel. De tonijn heb ik hier al laten uitlekken, maar de cannellini bonen moet ik nog eventjes doen. En dat kan hier in het bakje. Daar gaat de tonijn ook bij. Daar gaan nog wat kappertjes bij. En een beetje vers gemalen peper. Wederom wat zout. En ook dat kan gemengd worden. Zo, dat is dat. Dat ga ik zo dadelijk nog eventjes garneren met de rucola en de rest van de kappertjes. En dat was hem al voor deze topping. Dan ga ik door met de derde variatie en die is eigenlijk ook weer te simpel voor woorden. Ik ga er toch woorden voor gebruiken. Ik pak de ham, de kaas en de jam. En elk sneetje krijgt een laagje van die heerlijke zoete jam. Dat perfect past met het zout van de ham en de kaas. Zo besmeren met wat van die heerlijke jam. En dan gaat daar een plakje van die heerlijke prosciutto crudo bovenop. Die heeft die heerlijk mooie vetrand. En om het af te maken, maak ik daar een prachtig mooie krul kaas bovenop. Nou, dan breng dat nog eventjes op smaak met wat vers gemalen peper. En je bent alweer klaar. Eenvoudig en toch heel smaakvol. En als laatste ga ik door met de anchovies en paprika. Dat gaat
in het bakje. En dan snij ik de ansjovis in kleine stukjes. En die is natuurlijk al lekker zout van smaak. Dan smeer ik de broodjes in met wat olie die ik uit het blikje heb opgevangen. Dan gaat daar de ansjovis overheen met wat stukjes van die heerlijke paprika. Ik maak dit nog eventjes af met wat rode wijnazijn en tuinkers ter garnering. En dat vind ik er prachtig uitzien. Ik ga ook gelijk eventjes de andere broodjes opmaken. Zoals je ziet valt er wel wat naast. Dan heb je ook wat te snoepen. Die maak ik af met een beetje rucola. Het laatste broodje ga ik afmaken met tomaat basilicum, omdat die zo klassiek is. En kijk eens aan, 4 heerlijke bruschetta variaties en simpelweg onweerstaanbaar in een handomdraai op tafel. En bruschetta is net als een leeg canvas. Het geeft de ruimte om lekker te variëren met allerlei smaken en daarmee te schilderen als een ware kunstenaar. Wat dacht je van een heerlijke bruschetta met ricotta en parmaham of lekker vega met plakjes geroosterde aubergine en pesto? Perfect als voorgerecht, maar dus ook heerlijk als hapje voor bij de borrel. Wil je alles nog even rustig nalezen? Je vindt al deze allerhande recepten terug in de omschrijving. En ben je op zoek naar een lekker Italiaans gerecht om deze bruschetta bij te eten? Zoek niet verder, je bent al bij het juiste adres. Abonneer je op het Allerhande kanaal en bekijk de andere Italiaanse gerechten video's. En er is van alles, van gnocchi tot risotto en van ravioli tot aan lasagne.